sexy and I know it. Ik merk in deze week dat mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. Het is, zeker in de buitenwereld, als ze op school zijn of op werk, misschien soms bij familie of vrienden, ja, dat is toch een bepaald masker wat ze op hebben. In je omgeving, ja, heb je niet echt mensen die, die ook hetzelfde gehaard zijn. Je kan niet eindeloos over op degene die je leuk vindt praten, omdat hun snapt het niet dat je meisje leuk vindt. En hier wel? Ja, hier wel. Homoseksualiteit volop in het nieuws. Rusland, opmerkingen van de Gijp over het voetbal. Merk jij daar iets van? Hebben ze het daarover? Hier hebben ze het eigenlijk helemaal niet over. Daar zijn ze ook helemaal niet mee bezig. Nou, je hebt het over zelfvertrouwen, je hebt het over of je coming out, of je omgeving, over jouw geschiedenis. Ja! Waar ze het hier over hebben is vooral het coming out gesprekken. Aan de hand van een zelfgemaakte tekening die ze dan gaan doen door middel van vingerverf. Sorry? Ja, we hebben vinger. Oh, dat klinkt heel fout dit, hè? I'm sexy and I know it. Ga jij anders weg dan dat je hier gekomen bent? Ja, met wel een positief gevoel van meer zelfvertrouwen. Want dat er gewoon zoveel homoseksuelen zijn dat je weet dat je niet de enige bent.